Linde. 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 Goed zo. Ja, pas je erop. Oh, ja, maar ze hebben ze moest. Ja. Camera. Die meneer die vroeg voor de zin. Ja, meneer. Hebben jullie je ingeschreven? Ja, wat is jouw naam? En jouw naam? Oké, we gaan vanavond kijken of jullie op papier staan. En als jullie een naam erop staan, dan mag je nu door. Ja, veel plezier, hè? Overal. Iedereen op reis voor die volkstelling. Hele dorp afgeladen. Heb je dat jonge stel net zien lopen dat hier geen slaapplek heeft kunnen krijgen? Ik vind het heel sneu. Oeh, jij bedoelt dat meisje dat... Ja, die hoogzwangere die al 2 dagen aan het lopen is. Ja, heel sneu, heel sneu. Ja, ik heb gezegd, misschien is er verderop nog een stal of misschien is er een schuurtje of zo. Ja, moet ze daar nog gaan slapen. Lieve mensen, zou u alstublieft door kunnen lopen? Mijn herberg is vol. Er kan echt niemand meer bij. Alstublieft, loopt u door. Ik heb goed nieuws voor u. Een blijde boodschap voor iedereen. Vannacht is in Bethlehem, in de stad van David, een redder geboren. Hij is de zoon van God en hij zal vrede brengen op aarde voor alle mensen. En als jullie hem zoeken, dan is dit het teken. Jullie zullen een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Hier zijn God in onze dagen, hier zijn God in deze tijd. Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria. U hebt gehoord, een kindje gewikkeld in doeken, liggende in een kribbe. Als jullie je weg voortzetten, go voorbij voor jullie het vuur en kom bij jullie allen na. Wees niet bang, ik kom een goede boodschap brengen. Een blije boodschap voor iedereen. In de stad van David, in Bethlehem, is de redder geboren. De zoon van God die vrede kon brengen op aarde voor iedereen. Als jullie het kindje zoeken, zal dit het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kindje vinden, liggend in de kribbe en gewikkeld in doeken. Hebben jullie het gehoord? Een kindje gewikkeld in doeken, liggende in de kribbe. Vervolg uw weg. Wij doven hier het vuur en komen u na. Eerwaarde hoogheid, wij zijn wijzen, wij zijn sterrenkundigen en wij komen helemaal uit het verre, verre oosten. En wij zijn hier niet zomaar gekomen, nee, wij zijn hier met een speciale missie. Aha, u zegt met een speciale missie, u komt uit het verre oosten. Maar ik koning Herodes, ik weet helemaal van niks. Koning Herodes, we zijn gekomen voor de pasgeboren koning van de Joden. In het oosten hebben wij zijn sterke ster gezien. We zijn hier om hem te eren. Ja, wij zijn zeer verheugd dat wij hier aanwezig mogen zijn. Daarom hebben wij deze geschenken meegenomen. Goud, wierook en mirre. Een pasgeboren koning der Joden, zegt u? Maar ik, koning Herodes, ik ben hier de enige, de echte koning. Weten jullie soms waar de koning der Joden geboren is? Volgens de profeet zal hij geboren worden in Bethlehem, in het land Juda. Ja. De wijzen hebben die ene hele speciale ster gezien. De ster die wijst waar de koning geboren zal worden. Ja, het is goede nieuws, hè? Ja. De herders waagden de hele nacht. We staan op pot naar kijken. Kijk, jongens. Ik ben niet maar even.
Heb jij kindje Jezus ook gezien? Ja? Was die lief? Ja. Ja. En de os en de ezel? Nee. Die heb je niet gezien, die stonden ernaast. En hoe vond je al die lampjes? Leuk. En wat vond jij het mooist? De stal. De stal. En wat heb jij in de stal gezien? Maria en een babytje en Jozef. Ja, mooi hè? Ja. Ja. Wie waren daar in die stal? Jezus. Ja. En wie nog meer? Hoe heet zijn moeder? Maria. Ja, en zijn vader? Jozef. Ja. Jozef. Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.